Nou, we komen net naar buiten gelopen uit Hugo zijn huis. Hij zegt ik werf even. En hij pakt op de grote buster echt een mini snoekje. Ai. Dat is wel jammer. Echt een heel klein snoekje. Ik wil even een tangetje pakken. Ja, een tangetje pakken. Ja. Oh, wat. Heb je hem? Wat een mini joh. Wacht, ik zal even de bus erbij pakken. Dat is toch niet... Dat is toch niet normaal? Lekker hoor. Lekker terug, hij heeft wel een lelijke wond. Goedemiddag. Hey. Wat is er voor weer? Kut weer. Vertel wat meer over het weer. Ja, het regent. Best hard. En het waait. Dus klein beetje. En het waait, dus dat maakt het echt kut. En ja, niet echt vis weer. Niet echt, hè? Niet echt. We zijn al een tijdje terug, maar het wordt maar niet beter. Hopen dat het morgen wel wat wordt. Zo, dat hoop ik echt, jongen. Nou, na een lange dag regen van gisteren zijn we toch maar weer op pad gegaan. En de zon schijnt. Achter de wolken schijnt nou toch weer de zon. En ja, ik denk dat het nou wat beter is dan gisteren, want gisteren begon het opeens echt te hozen. Ja, ik hoop het ook. Het rotte hozen, het ging keihard waaien. Nou is er nog wel redelijk wind, maar beter minder. Te doen als gisteren. En het regent niet. Zo. Gisteren was echt bizar dat het opeens ging regenen, jongen. Nou ja, goed, we komen wel weer bij jullie als de eerste vis zich meldt. Jo, is goed. Nou, Hugo heeft het snoepje. En zo, zo echt klein, gek. Weer zo'n mini. Wel weer op de grote buster. Land je hem zelf of moet ik even? Ik ga even het water aanraken. Zo, mijn kant is wel vol. Even die haak uit zijn rug halen. Ziet er nog niet uit? Nee. Ja, juist. Ik denk niet dat je dit in het water onthaak krijgt, man. Het zit echt in het randje van zijn bek. Ik zou hem, ja. Volgens mij kan ik hem nou zo pakken. Kijk dat, joh. Op die grote buster. Zo, wel echt een mooi visje, man. Ja? Ook al is hij zo klein, het is wel echt een prachtig visje. Juist. Zo! Nou, leuk visje. We mogen weer lekker terug. En nou mogen ze wel eens een keer een helm aanhalen. Zo, dat echt zeker, ja. Later. Eindelijk! Hey!
Zo, heerlijke vis. Loop even daarheen hoor. Nee, nee, we gaan hem daar landen. Zo, lekker vis man. Echt prachtig. Echt een 2 meter worst. Ik gooi in en hij klapt erop. Ja, je gooit van naar dat overkantje en hij knalt erop. Nou, 80 is hij denk ik wel hoor. Kijk, de BBZ die is bijna 20 centimeter. Ja. Oh, hij is mooi gehaakt, jong. Ja. Waarom doe je veilig? Ja, omdat hij gehaakt zit. Nee, hij zit goed. Nou, hij gaat wel door de sloot. Landen? Of denk je dat hij nog even gaat? Ja, hij gaat nog hoor. We gaan even kijken of dat gaat lukken. Tot snel! Vis 2012. Ja, hij was best groot ook. We gaan proberen om er toch nog eentje uit te halen. Nou ja, ik was net echt, ja, toch best wel een flink dikke vis waar ik echt verschrikkelijk van baal. Normaal vind ik het echt niet zo heel erg als ik een vis los, maar dit keer, hij was gewoon nog voor de kant, konden we gaan landen. Hij zwemt zich vast en ja, toen dacht ik eigenlijk al, die kan ik wel vergeten. Nou ja, nou lost Hugo hier 4 keer dezelfde vis. 4 keer. En iedere keer op de rapper. Dus ik heb de camera maar even gepakt. Dus wie weet, ja. Hebben. Alweer. Los je hem weer? Alweer. Nou, dat is dus nummer 5. 5e keer dat hij hem lost. Dat is echt niet normaal. Oké. 6 maal scheepsrecht. Ja, man. En maar de eerste paar keren zag je hem ook echt kolken helemaal. Ja. En de 4e keer zag hij hem ook echt zo. Jongens, ze staan op water. Hey joh, ik weet niet waarom, maar ik ben echt aan het trillen als een gek. Nou, ik niet, want ik heb geen aanbeet meer. Ja, nee, maar bij mij volgens mij gewoon mijn handen echt aan het afsterven zijn van kou. Ga ze ook echt mijn handschoenen aandoen. Nice man. 7 keer scheepsrecht. Nee, nog steeds 6. Ja, qua aanbeten. Ja. Nou ja, vis het op de terugweg even uit. Ja, ja. Ik denk... Ja. Oh. Oh, nooit! What the fuck? Ja, staat op, ja. Oh. Oh, dit is echt prachtig gewoon. Oké, nou, dat wordt nog maar een keertje gooien dan. Nou, jullie hebben het gezien, het is geen gelul. Hij pakt hem dus echt gewoon iedere keer. Het is echt bizar. Dit is gewoon echt de 6e keer. Volgens mij heeft hij de haak ook echt al lang gevoeld. Ja, volgens mij ook, maar hij blijft hem pakken. Misschien heeft hij wel echt een set gevoeld. Ja, dat... Ja. Ja! Hangen? Nee. What the fuck? Okay. Gast! Zie je hem er weer op? Ja, je ziet hem weer. Je ziet hem de hele tijd opschieten. Oh, dit is ik echt los mijn, dat kleine visje daar. En Lucas, die heeft er eentje. Komt hij al boven, jongen? Kleintje, zo, die is mooi. Ja. Wel echt een sterke vis, jongen. Echt hoe die erop klapt, jongen. Nou, we gaan hem even landen. Hij heeft hem. Oh, die hand erop.
Lekker visje hoor. Eindelijk. De eerste van 2012 is eindelijk binnen, man. Ja, ik ben er ook echt blij mee. Ook al, hij mag dan niet zo groot zijn, maar oh, ik kan hem echt wel zoenen. Nou, dan doe je dat. Hey. Nice. Zo. We zijn eigenlijk wel klaar. Eigenlijk wel, hè? Laatste paar worpen worden nog even gedaan, maar Het begint nou trouwens ook wel echt koud te worden. Het begint koud te worden, het begint donker te worden. Er zijn redelijk veel wolken aan de lucht nu. We hebben, nou ja, wel lekker gevangen op zich. Ja. 7 keer een vis gelost, maar het maakt niet uit. Laatste keer zagen we hem trouwens nog. Ik had hem eigenlijk, maar ja, hij liet weer los. Het was echt een mini snoekje. Maar ja, de laatste worpen worden gedaan en de eerste sessie van het jaar zit erop. Ja. Het was een redelijk geslaagde dag, hè? Ja, vind ik wel. Nou, tot de volgende keer. Joep.